Hey, hier ben ik. Anton Toen. Hey. Zo, ben je er eindelijk? Kom. Kom. Ga mee. Ga hier zitten en even op me wachten. Kom. Waar zitten je hersens, eikel? Je laat dat kind toch niet met een aansteker spelen? Doe je dat wel vaker? Hij is leeg. Je was te laat vanochtend. Ik had 10 uur afgesproken met Irene. Prachtig. Regel dat dan ook verder met Irene. Maar alles is nog heel. Je zoontje leeft nog. Dus je kunt nu fijn met hem naar de dierentuin. Oh, vergeet de tas niet. Zonder beer wil hij niet slapen. Sorry? Dat jij je laat rondcommanderen door Irene vind ik prima. Maar ik wil niet dat als mijn kind, jij godverdomme, op tijd was geweest, dan was er helemaal geen probleem geweest. Dat betwijfel ik. Iemand met jouw verstand had wel iets anders stomzinnigs gedaan. Oh, godverdomme. Meneer laat dagenlang niks van zich horen. Hij heeft nooit tijd. Maar wil mij nou vertellen wat ik wel en niet met Anton moet doen? Je bent een waardeloze vader, weet je dat? Ik laat me tenminste niet onderhouden door een vrouw. Die overigens nog van mijn centen leeft ook. Je bent een loser, Sterman. Een absolute waardeloze nul. Zal ik je de adressen van mijn andere ex ook alvast geven? Je kunt niet eens voor jezelf zorgen, jongen. Irene betaalt het huis, het eten, betaalt jouw loon en geeft je nog cadeautjes ook. Je bent een ordinaire gigolo. Een hoer.